Hey kijkers van De Zavond Games, welkom bij een video met Raoul en met Rob en met mij. Ik ga vandaag iets kwijtraken en jullie gaan waarschijnlijk tegen elkaar strijden. Hoop ik dan. Jullie hebben geen deal met elkaar gemaakt, voor alle duidelijkheid. Nog niet, maar dat gaan we doen als we weg zijn. Ik weet toch wel. Het gaat voor alle duidelijkheid hier. Ik heb dat een tijd geleden geïnstagramd. Ik heb een nieuw horloge en dat is een Pioneer. En Rob zei al, zo, is dat echt? Is dat echt? En dan zei hij ook op die manier. En die is echt. Ik ga hem even proberen te laten zien. Sterker nog, je had even wat je hebt ervoor. Laat lekker even in je hand hoesten en dan dat horloge in je klauwen pakken. Oh. Ja, het is een echte. Die is 1800 euro en een van deze twee heren die kan die winnen. Zo dan, maar niet zomaar. Oh, wat? Lekker. Ja, dankjewel. Ja, leg hem maar even weg. Ja. Hij is bij deze niet meer van mij. Een van de twee gaat hij dus winnen. De Mid Rolex was jouw grapje, zeg maar. Dus ik ben de uitvinder van de Mid Rolex. Ja, inderdaad. Wat we gaan doen, ik wil kijken wie van jullie twee als eerste 3 doelpunten scoort. Lukt je dat niet in de eerste wedstrijd? Ja, dan heeft de ander waarschijnlijk dus al gewonnen, want die gaat het wel lukken. Als je dan mag je de tweede wedstrijd pakken. Dus kan zijn dat je het in 20 minuten doet, in 90, in 150, 5 wedstrijden, noem maar op. Maar hebben ze het team al gezien dat weggebruikt? Nee, dat ga jij maar laten zien. Het is dit team. Hey, die kennen we. Voor de rest, ja, prima team. Ik vind het toch wel tegenvallen dat hij, maar 86 rated is. Vind ik echt tegenvallen. Wie gaat er beginnen? Dat is natuurlijk de vraag. Want we gaan gewoon Ultimate Team spelen. En ja. Oh ja, oké. Okay. Wat doen jullie? Steven, 2 van de 3 of? Lul, ik had al gedaan. Oh nee, ik had Steven. Oké, meenemen. Dus jij begint? Ja, ik begin. En je gaat dit team, ga je geen aanpassingen doen? Mag Rob het wel? Nee. Oh, nee, wel een gelijkwaardige team. Ja. En de tegenstander moet 100 clearings hebben. Ja, maar goed. Ja, met zo'n team kom je waarschijnlijk ook tegen een ander goed team. Ja, hoe zou het komen? Bestaat dat nog steeds? Ja, okay. Mensen, voordat wij doorgaan, zou het natuurlijk heel leuk zijn als jullie een blauw duimpje omhoog willen achterlaten. En wat zijn duimpie? We dan? Duimpie! Drie doelpunten en we gaan tellen, we gaan kijken wanneer je het derde doelpunt scoort, dan zetten we de klok stil. Maakt het niet meer uit of je rage quit of zo. Stel ik ben de eerste wedstrijd met 2-0 en dan moet ik een tweede wedstrijd in en dan eerste doelpunt. Doelpunt. Maakt dus het niet uit of je wint of verliest, zeg maar. Je moet gewoon 3 doelpunten scoren. Oké, okay, ja. Dan kan ik nu gewoon all out attack en dan... Ja, het maakt echt niet uit of je verliest. Het is gewoon, ga ervoor. Oké, okay. Let's go Dio. Spannend muziekie. Ja, en je zit nu in minuut 1 al, dus gaat niet goed, hè? Ja, ga je nou elke keer, als er een minuut voorbij is... Ja. Daar zijn we al. Die Thomas! Thomas! Die is... gast. Het is al de 18 minuten. Ja, het duurde heel lang. Had je verwacht dat hij 3 keer zou scoren dan in 1 wedstrijd? Ja, ik neem al aan dat hij 3 keer scoort in 1 wedstrijd, hoor. Ja, maar nogmaals... Ja, nee. Goede tegenstander. Nee, maar... Je hebt niet de beste excuus. Ook niet echt een goed team. Nee, maar dat is vaak gewoon een nadeel. Okay. Maar kijk, voor mij duidelijk toch ook. Ja, kijk, jullie willen allemaal smoesjes van mij horen en zo. Maar... Ja, nee. Kijk, jij wil jezelf indekken, maar ik ga juist expres jou onder druk zetten. Hij is door. Dat de druk hoger op je wordt. Leon Dowski, wat gaat hij ervan maken? Ik ga hem afleggen en dan scoren. Ja, 1-0. Hoe noemde je dat? Nat? Was dat? Een Duits goaltje. Ja. Maar, wel een Duits. Dus het mag. Dat is zeker waar. Ja. Kun je niet los hoor. Nou gaat het wel heel snel opeens. Oh, keepertje! Wat? Save me. Hij wil gewoon dat jij die rood. Save me. Tel de penalties ook. Meedoen is belangrijker dan winnen. Doelpunt is ook een doelpunt. Ja, dat is super zo. Ja, ik vind dat dit... Oh. Nein! Wie is die keeper? Weet niet, maar hij is heel goed. Ik ga even vrienden worden op Facebook met hem. En het is Buffon. Ga maar naartoe, lief. Buffon, heb jij gisteren verloren van Italië? Wat zeg je nou, van Duitsland? Gisteren. Ja, tegen de tijd dat we je video zien is de EK al voorbij. Oh, jongens toch. Daar kom je ook wel heel makkelijk langs. Ik vind toch dat je het goed doet. Je doet het goed je best. Dankjewel. Kan ik waarderen. Dankjewel. Ik had wel wat eerder een goal verwacht. Ja, want het is inmiddels al de 34 minuten. Afstand, schot. Durft hij het? Nee. Speel op 7. Ik was ook niet... ik wilde naar Özil. Ik dacht op een gegeven moment van... Hey, Özil, linkspootje. Maar je gaat binnenkort toch wel naar Spanje? Maar Özil is een Duitser. Linkspootje. Klinkt als een badplaats. Ik ga opzoeken waar die vandaan komt. Ja, ik dacht echt al rijden. Dit is gewoon... Dit is flauw. Want Philippe Louis is helemaal niet zo snel. Ik denk dat ik Kadir heb. Ja. Lekker. 2-0. Ik wou je net gelijk geven. Hij komt inderdaad weer terug. Effenberg. Stinkevinger. Weet je waarom? Hij stak altijd zijn middelvinger op tijdens de wedstrijd.
En dat mag niet. Twee doelpunten staan er. Dan wordt het flink uit. Ja, maar ik wil even me gelijk halen. Hij gaat racen. Oké, heb je 44 minuten heb je gehad. Weet je nou al dat hij een goed team heeft? Ik zag 85 poorten. Je kan het aan een paar dingen doen. Hij heeft op zich wel een oké naam nog. Het is vaak, weet je wel, net zoals XXV Snipes XX. Weet je dat hij goed kan snipen op RB2. Maar hij speelt sinds 2013. Hoe zag je dat? Dat staat er opgericht. Vaak is het zo dat de mensen die wel langer spelen toch wel een soort van weten waarmee ze bezig zijn. Maar hoe noemen ze een cornervlag in Limburg? Cornaag. Kan jij het nou tegen mij vertellen? Nee, dat weet ik. Kijk eens thuis. Ik kom helemaal niet in Limburg. Nou, ja. Je buren. Ja. Ja. Heb jij niet iets wat leuks te vertellen daarover of zo? Over Limburg. Een leuke anekdote. Ik kan heel lang over Friese betaal praten hoor, maakt niks uit. Ja, maar kijk, als ik iets over Limburg ga zeggen, is het negatief. En dat vind ik niet leuk, want er zijn ook Limburgers die dit kijken. Het feit dat je dit al zegt, is al negatief. En 8 minuten 8 plus 44 is 52 minuten, 3 keer gescoord. Let's go! Betekent dat op dit moment deze van jou is? Maar we gaan wel nu potje. En dat Rob, ja, dat klopt. Dus je mag deze lieven. En dat mag Rob, dan om, je mag hem nu al om. En dat Rob hem nou moet verdienen van jou. Extra spannend. Ik ga deze in Rob zijn gezicht houden. Oh. Made in Germany. Hey. Ja, het is geen voetbal. Het is een pionier. Hey. Ja, Rob heeft ondertussen zijn wedstrijd al. En, Germany. Wat was het nou? Germany. 52, 54, wat was het nou? 52. 52 minuten, 3 keer scoren. Ja, ga nou. Dit is oneerlijk. Dit zei ik al. Maar het zegt dus niet altijd wat, zei je zelf. Toch? Nee. Vaak is het. Voor mij wel. Ik ga sowieso gewoon verliezen. Oh. Doelpunt! Maar dit maakt dus niet uit. Dat is prima, want dan ben je bij dezelfde tijd weer bij de middenlijn. Dus dan heb je eigenlijk gewoon tijdwinst. Ja maar ik speel all over. Ja, maar dat is heel dom. Want dan gaat je centraal achter gaat voorin staan. En dan heb je lekker Miranda die 1-op-1 gaat. En we weten allemaal... Miranda down. Dat had Raoul net ook. Nee, niet zo goed, zei die. Als in niet qua dure kaartjes, maar qua hoe die speelde. Oh. Ja! Oh! Hoe pist die diner in, jongen? Ja! What the fuck? Ja! Tuurlijk! Der Frans! Nu wil ik even een herhaling zien. Ik ook. Meenemen! Het is dat het Frans is, anders was ik boos geweest. Kan niet boos zijn. Doe er weer zo'n mooie voorzet. Patrick Vieira mee. Frans Beckenbauer. Haalt hij hem? Ja. Oh, hij! Wat? Wat? En dan ben je Robert Lewandowski en Vlieger. Let's go! What the fuck was en dat? Hij is 98, heet het, hè? 98! Jouw geboortejaar! Maar je had een veel slechtere tegenstander. Hoezo? Die voor jou is ook niet heel erg goed qua. Ja, ga weg, man! Je had toch net die kansen gewoon ook kunnen schieten? Dan had je weer gezegd dat je het... nu voor zelfs. Ja, maar had je al 9 minuten gehad om nu staan we gelijk. Ja. En nu moet jij in 9 minuten tijd twee doelpunten scoren. Kut is dat, dat zie je. 7 minuten! Zal ik aftellen op dit horloge? It's the final countdown. Het wordt nu wel even heel spannend, hoor. Hey joh, zit nou niet tijd te rekken? Ja. Oh, Marco Royce. Heb je zoveel tijd? Marco Royce. Oh, dit is ja. Nog 3 minuten. Nee, 2. Ja, 3. Nee, ja. Ik mag het niet. Nee, waarom bokst hij hem niet naar een goeie toe? Ja, tik maar over. Nee! Nee, klote! Nee! Ah. Ja, dit kan niet meer, want voordat die bal aan de andere kant is de minuut al voorbij. Gewoon heel hard schoppen. Oei! Oei, ik krijg gewoon nog één tegen! Buitenspel. Dit is het al. Oh shit, ja, maar de tijd loopt wel door. Ja, nou en het is voorbij! Ik ga nog wel proberen te scoren. Nou, ik zou zeggen, hang even lekker voor de cam. Laten we even zien. Ja, oeh. Rob, waarom ging het fout? Bij de tegenstander, in mijn tegenstander. Je ziet ook mooi aan de achterkant zo hoe het werkt en zo. En ja, duimpie. Heel content mee. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nee, jij deed ook ons sportief tegen mij. Nee, gefeliciteerd. Dankjewel. Op het moment dat deze video online staat, zal je waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk een foto van mij met dit horloge op Instagram zien. Dat denk ik ook. Dit was de challenge. Wil je dat we vaker dit soort dingen doen? Waarbij de twee heren tegen elkaar moeten spelen. Misschien lachen als ik bijvoorbeeld als straf
Een keer met één van de twee mee moet spelen of zo. Dat soort dingen. Dat, is voor, ons, dat is voor onze straf. Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar in ieder geval, check even de kanalen van Rob en Raoul. Die staan in de beschrijving. En ja, bedankt voor het kijken. Vergeet die like niet, zoals Raoul in het heel erg handig in het midden van de video ook al even zei. En dan zeggen we duimpje. Oh, de hele tijd. En duimpje, duimpje. Duimpje. Ik bedoel maar. Twee lettergrepen. Duimpje. Lekker awkward einde.